hier Thijs en Roy voor de camera. Wat is er gaande hier op het Sint-Josefplein? Ja, Thijs had ons benaderd met de vraag van, goh, kunnen we het Sint-Josefplein ook gevelgroen aanbrengen? Ja, Sint-Josefplein is een heel oud pleintje in Asten en alleen erg versteend. Dus wij dachten, goh, misschien kunnen we als gemeente zijn aansluiten om te gaan vergroenen. Dus samen met Thijs en de bewoners hebben we bedacht om hier gevelgroen aan te leggen. En op een aantal stukken de klinkers eruit te halen en daar plantvakken te maken. En dan komt dan inheems plantmateriaal wat heel waardevol weer is voor de bijen en insecten. En Thijs, jij wist van de organisatie, althans het systeem, dat je bij de gemeente een bepaalde subsidie kon aanvragen omtrent de buurtparticipatie? Ja, dat klopt. Ik heb dat vernomen dat ze in de burgemeester Wijnenstraat daar ook al een groenvoorziening hebben. Heb ik daar van mensen, heb ik ergens iets opgevangen en zodoende ben ik de gemeente contact mee opgenomen met Karen van Vroonhoven en zodoende is dit alles een beetje aan het rollen gegaan tot, ja, tot het moment waar we hier staan, wat we nu gaan doen. Het gaat er veelbelovend uitzien, want ik zie de vrachtwagens met de planten en wat al niet. En wat doet de gemeente allemaal met zo'n initiatief? Hoe pakt ze dat aan? We hebben eigenlijk samen met de buurt gekeken van, zijn er nog meer vakken die we eruit kunnen halen. Zoals hier langs het kapelletje hebben we ook twee plantvakken gemaakt. Daarnaast hebben we als proef tussen de lindenbomen een aantal vakken gerealiseerd. En zo hopen we dat we meer pleinen kunnen aanpakken om ze toch samen met de buurt te vergroenen. En dus eigenlijk hebben wij gewoon gezorgd dat als plant klaar is, dat de mensen daar samen met ons de planten erin kunnen zetten. En tot welk bedrag kunnen ze de vergoeding krijgen? We hebben er geen vast bedrag voor staan, dus we willen gewoon samen kijken wat kan en daar waar iets mogelijk is. Dus er hangen geen vaste bedragen aan waar je naar terug kunt wijzen. Maar het moet een, het algemene belang zijn voor alle inwoners of de bewoners van het pleintje onder andere. Ja. En directe invloeden omtrent mooiere aankleding en meer groen. Ja, het moet gewoon aansluiten bij algemene doelen wat we hebben. Klimaatadaptie, het vergroenen van versteende omgevingen. De bevordering van de biodiversiteit. En daarnaast ook een stukje samenwerking voor alle bewoners hier in de omgeving. En initiatiefnemer, wat voor planten heeft u gevraagd? Heeft u er ook inbreng in of is het puur een lijstje waar je uit kunt kiezen? We hebben dus van de gemeente hebben dus een lijstje gekregen en er konden mensen uit kiezen. En welke planten heeft u gekozen? Nou, dan zou ik op mijn lijst moeten kijken, want dat weet ik zo niet. Maar in ieder geval de winterharde... Dat zijn zo'n winterharde planten dus die langer meegaan, ja. Ja, ja. In ieder geval, wat ze moeten wel natuurlijk ook de nodige voeding krijgen en de grondstoffen. Daar wordt door de gemeente voor gezorgd, de gronden, ja, et cetera. We hebben de vakken zo voorbereid dat er humus in verwerkt is, zodat ze gewoon allemaal goed kunnen aangroeien. En we hebben de plantkeuze die we op hebben gesteld, die past in deze omgeving en ook in de schaduw. Want de geveltuintjes zitten behoorlijk in de schaduw, dus daar hebben we de soort op aangepast. En de aanvragers moeten natuurlijk ook een handje uit de mouw steken, mee aanpakken dat denk en ook, planten. Dat denk ik ook, ja. Dat is een beetje de nazorg. Mensen zullen op een gegeven moment ook de planten zelf wel een beetje moeten verzorgen en ook wel op tijd wel water geven. Nou, dan gaan we even volgen. Dan gaan we kijken of u de groene vingers heeft. Is goed, dan gaan we nou beginnen. Prima. John, waar kunnen de mensen terecht als zij ook zo'n initiatief hebben als hier op het Sint-Josefplein? Nou, de gemeente Asten stimuleert kleinschalige burgerinitiatieven, zoals ook hier op het Sint-Josefplein met de geveltuintjes. Mensen kunnen daarvoor op onze website kijken. Daar staan heel veel voorbeelden van kleinschalige burgerinitiatieven. Maar het sluit niet alleen, het is geen uitsluitend iets. Hè? Dus het gaat om meer dan alleen geveltuintjes. Ook als mensen sociale activiteiten willen, dan kunnen ze daar een beroep op doen. Er zijn maar een aantal voorwaarden. Dus ik zou willen zeggen tegen de mensen, wil je als inwoner iets oppakken en daar de hulp van de gemeente bij? En het gaat om bedragen zo'n beetje tot 5000 euro. Dan ga naar de website, typ daar de burgerinitiatieven in en dan kom je in contact met de gemeente, met een van onze ambtenaren die je verder zal helpen. En hoeveel mensen kunnen jullie helpen, hoeveel initiatieven per jaar? Nou, het is niet zo dat we een gelimiteerd aantal hebben. We zien nu dat we een 10, 15 initiatieven per jaar ongeveer helpen. Dat ligt er ook een beetje aan waar de inwoners mee komen en op welke onderdelen dat is. Maar we hebben het liefste dat zoveel mogelijk inwoners ons benaderen, want uiteindelijk maken we samen ook de gemeente Asten een heel stuk mooier. Is er ook een bepaalde soort jury die oordeelt, is het inderdaad toepasbaar, die subsidieregeling die jullie gaan verstrekken?
Nee, er is geen jury. We hebben onze ambtenaren die op de verschillende vakgebieden zitten. Dus wil je een geveltuintje of iets met groen doen of klimaatadaptatie, dan zul je bij onze mensen komen die over dat onderdeel gaan. Maar wil je bijvoorbeeld, zoals we in het verleden al ooit een kinderdisco of een beweegroute hebben gehad, dan kom je weer bij de mensen van het sociaal domein terecht. En zij zullen dan weer kijken of dat in de mogelijkheden past. Het is in ieder geval een heel mooi initiatief. Ik wens de gemeente veel succes ermee. En het is wat dat betreft voor iedereen van groot belang dat ze hun initiatieven gaan neerleggen bij jullie. Zeker, want zoals gezegd, samen maken we de gemeente Assen een heel stuk mooier. Dus wij hopen dat zoveel mogelijk inwoners ons weten te bereiken met dit soort vragen. Oké, John, bedankt.